Wat ongelooflijk zuur, Arjan. Ja, kan je wel stellen. Ja. Ik heb er nou heel weinig woorden voor, moet ik zeggen. Als je zo hard werkt en zo hard ervoor vecht om hier resultaat te halen, ja, dan denk ik toch dat je op zo'n manier weggeeft. Ja, het is heel zuur. En bij ons, ik denk dat de frustraties eigenlijk heel groot zullen zijn in de kleedkamer. Want er gebeurt niks. En ineens geeft hij 2 gele kaarten, een rode, een directe rode. Dus het valt mee dat hij geen penalty heeft gegeven. Neem niet weg dat PSV wel beter is, maar als je met deze ploeg zo lang hier voor resultaat kan voetballen, dan kan ik je vertellen dat het heel zuur is dat je deze wedstrijd verliest vanavond. Voelen jullie je genaaid? Ja, ik voel me wel genaaid, ja. Ja, en of dat terecht is, weet ik niet, maar ik denk dat er zoveel op het spel staat voor ons. En dat je zo hard ervoor vecht. En dat, ja, ik denk dat het als je ziet hoe de overtredingen waren. Ik zeg, ja, die van Lampie is een overtreding. Ja, oké, okay, hij had het wel bewust neer, maar ja. Of nou natrap is over rode kaart. En Dennis, ik vind die de tweede, ja, hij haalt hem neer. Ik zeg, zo worden 10 overtredingen gemaakt in de wedstrijd. Dat je dan zo durft die wedstrijd zo invloed erop hebt. En dat je het ons nog moeilijker maakt dan we het al hebben, dan... Ik denk dat bij ons in de kleedkamer de frustraties vrij hoog zullen zijn. Het zat er meer dan eens in, hè? Ja, je weet dat je niet veel kansen gaat krijgen hier en dat je het heel moeilijk gaat krijgen. En als je doet, wij zeker in de eerste helft goed stand houden en dat we goed op 1-0 komen. Dat we het eigenlijk na rust eigenlijk heel snel weggeven met 1-1. En dat je daarna toch compact kan houden en dat je niet uit elkaar gaat lopen. Ja, tuurlijk is PSV beter. Wat had je dan verwacht? Ja, als je zo lang op 1-1 hangt dat je in de allerlaatste slotseconde een doelpunt tegen krijgt, dan denk ik dat je... Ja, dat je toch wel een punt had verdiend. Je had hem verdiend, maar je koopt er niks voor. Nee, helemaal geen reet. Maar ja, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ga voor meer video's naar eredivisie.nl.